Goedemorgen allemaal. Welkom op onze nieuwste webinar. Vandaag gaan we even praten over de Qcam 5. Dat is onze nieuwste camera. Dat is een opvolger van de welbekende G3-camera's die ongeveer 1200 installaties heeft in heel Vlaanderen. Wie zijn wij? Ik ben Gert van Winkel. Ja, jullie kennen het, de meesten kennen mij misschien al wel. Ik ben account- en projectmanager bij MAC. En Nathalie is mijn collega van de marketing en communicatie. Ja, ik zorg eigenlijk voor de organisatie en de uitvoering van de webinars en alles wat met marketing en communicatie te maken heeft bij MAC. Dus onze nieuwe Qcam 5, zoals ik daarnet al zei, hoe ziet hij eruit? Je ziet op de twee lenzen die erin zitten. Dus hij heeft een zwart-wit en een kleurenlens. Maar wat belangrijk is, hier van achter ook zie je de uitsteeksel dat omhoog hangt om de bevestiging tegen de paal te doen. Maar daar zitten ook nu twee motors in, zodanig dat onze camera van op afstand pan en tilt mogelijkheden heeft. Dat is heel interessant, vooral bij installaties op autostrades en dergelijke, om ook de afregeling naderhand nog aan te passen om de leeskwaliteit nog te verhogen. Dan moet je dus niet elke keer terug de... Ik ga even mijn gsm op mute zetten, want mijn collega die zelfs voorbij de camera moet wandelen, is mij al druk aan bellen. Dus dat is interessant om bijvoorbeeld op moeilijke plaatsen de camera toch te hangen en dan ook nog een gemakkelijke afregeling te doen, dat je niet elke keer terug een hoogtewerker moet gaan gebruiken of bijvoorbeeld de weg af te sluiten. Waarom nu de Qcam 5? Ja, het is een opvolger van onze G3, die we al 10, 15 jaar ervaring mee hebben. Dus we weten wat we in de camera moeten steken. En natuurlijk hebben die nu nog ook beter gemaakt. Dus wat zit er allemaal in? Welke functionaliteiten zit erin? Ja, ANPR, wat dat uiteraard logisch is. Maar bijvoorbeeld, je kan ook ADR-platen detecteren. Je kent dat wel van die oranje platen waar de gevaarlijke stoffen op aangeduid zijn. Merk- en modelherkenning kan allemaal. En hij kan zelfs met de hogere resoluties kan hij nu ook tot 4 rijstroken monitoren. Natuurlijk zijn niet elke functionaliteit is beschikbaar tot 4 rijstroken, maar het is wel mogelijk. Ook zijn er dus verschillende lenzen mogelijk, waardoor dat het werkingsgebied van je camera eigenlijk heel, heel groot wordt. Zoals ik daarnet al gezegd heb, superieure beeldkwaliteit, 5 megapixels. Zowel voor het kleurenbeeld als het zwartbeeld heeft hij 5 megapixels. En dat geeft echt heel, heel goede resultaten naar de beelden. Dat zullen we straks ook wel even zien tijdens een demo. De communicatie gebeurt via een open API. Dat is een gestandardiseerd protocol wat wij ook al gepubliceerd hebben. En wat ook andere merken, bijvoorbeeld zoals Tatile, bijvoorbeeld geïmplementeerd hebben. Om dan ook te kunnen connecteren naar het AMS. Dus ook dat is volledig afgedekt en is dus AMS-proof, die camera. Voertuigklassificaties met de laatste nieuwe technologie. Gaan we dus zelfs tot 10 klasses. Die plus staat daar, omdat we ook de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld zelf klasses gaan samen te stellen. Als je nu zegt van kijk, ik wil een klasse SUV gaan detecteren, dan kun je zelf eigenlijk op basis van merk en model een lijstje gaan samenstellen. Om dan te leren aan je camera voor te zeggen van kijk, dit is nu bijvoorbeeld een SUV, een Toyota RAV4 bijvoorbeeld, dat hij dat klassificeert als SUV. Objectdetectie, een van de laatste nieuwe dingen die we in onze camera gestoken hebben, is dat hij niet enkel maar persoon of fietsers detecteert, maar ook andere vormen kan detecteren. Een van die toepassingen is bijvoorbeeld ADR. Dat zijn niet gewoon de standaard rechthoeken, maar dat zijn die ruitvormige dingen met een oranje kleur. We trainen onze camera dan om die dingen gaan te detecteren. En dan kun je dus ook bijvoorbeeld gaan klassificeren voor personen, fietsers. Op verkeerskruispunten is dat bijvoorbeeld heel interessant om dan zo ook verkeersstudies te kunnen doen. Als je dan een camera ophangt met een heel brede lens, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien van waar steken de fietsers nu effectief het kruispunt over, volgen die de normale weg of wijken die af, waardoor dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Camera is ook uiteraard ook geschikt voor trekcontrole. En we hebben ook zelfs nu een indicatieve puntsnelheidsmeting. Wat bedoelen we daarmee? Dat je redelijk nauwkeurig kan schatten wat dat de snelheid van het voertuig is op basis van beeldanalyse. Dat stukje is niet gehomologeerd, maar kan wel een heel belangrijke indicatie geven om bijvoorbeeld te weten van, is er een snelheidsprobleem, ja of nee. Zonder daar dan een volledig gehomologeerde trekcontrole te worden installeren.
pan en tilt heb ik daarnet al even aangehaald bij de, hoe dat de camera eruit zag. Dat is dus gewoon, je kunt je camera van op afstand dus naar boven en naar beneden, naar links en naar rechts bewegen. Maar dat zal ik straks ook even tonen tijdens een demo. De overzichtscamera, die zit er dus eigenlijk bij ons in. We hebben dus twee grote lenzen, elke keer 5 megapixels. We hebben die ook on-VIF compliant gemaakt om een gemakkelijker koppeling met andere VMS-systemen toe te laten. Maar het grote voordeel is dus dat je bij wijze van spreken een andere lens in je overzichtscamera, in je sensor voor je overzichtscamera kunt steken, waardoor dat je dus 1 een ANPR-beeld hebt, meestal zwart-wit, en 2 een groot overzichtsbeeld, waardoor dat de overzichtscamera, de externe overzichtscamera, eigenlijk overbodig wordt. Daaronder, het laatste punt, daar heb ik zo wat dingetjes opgeschreven. Ja, ethernet, lang netwerkconnectiviteit is uiteraard standaard. Maar ook hebben we 5G, hebben we al testen mee gedaan, dat we 5G-compliant zijn. Wat dat heel interessant kan zijn, om videostreaming toe te laten en dergelijke, toch ook over een draadloze verbinding. Ja, GPS, wifi, bluetooth, ja, dat zijn de standaard dingen die nu in elk toestel zitten en die hebben we dus ook geïmplementeerd. Als je naar onze website gaat en je klikt op QCAM 5 datasheets, ja, dan krijg je een knopje, je kunt daar dan op motten en dan krijg je de volledige specs van onze camera te zien. Ja, ik heb het hier nu niet allemaal opgelijst, maar de belangrijkste kenmerken heb ik daarnet al even aangehaald. Ja, we zijn hier uiteraard niet om veel te praten, maar om wat dingen te laten zien. We gaan er ook geen half uur van maken. We willen gewoon even laten zien dat je camera beschikbaar is, dat je zijn ding doet. En daar hoort natuurlijk ook een live demo bij. Jas, kun jij al even bellen naar Bertrand? Oké, dat doe ik. Nathalie, ik kan hier niet je link open doen. Is dat normaal? Of is dat omdat ik misschien enkel mijn presentatie geshared heb en niet mijn scherm? Dat zou kunnen dat je hele scherm moet sharen, hè? Want dan gaat dat openen. En... Wacht, ik kan even stoppen met sharen. En dan, ja. Trouwens, even tussendoor in afwachting. Als er iemand vragen heeft tussendoor, die mogen altijd gesteld worden in de Q&A-box van onder. Dan gaan we zien of wij die achteraf of live kunnen beantwoorden. Dus laat maar weten. Wacht even, Nathalie. Ik ben er bijna. Ja, dat doen we natuurlijk tijdens een trailrun. Ja. En ik denk ook dat ik mijn VPN naar Mac nog moet openzetten, want anders gaat dat niet lukken natuurlijk. Want zoals jullie allemaal zitten wij thuis achter onze computer met de COVID-tijden. Oké, ik ben al geconnecteerd met onze VPN. De camera komt eraan. Ik zal nu nog eens rap mijn scherm gaan delen. Joep, schermdeling. Joep. Zo. Ja. Als goed gaat, Nathalie, zien jullie nu terug de camera? Ja, het is in orde. Ja, dit is dus de website of de URL van de camera. Als je daarop klikt, krijg je direct het live beeld te zien, de zwart-wit beelden. Je ziet hier een tram, maar je kunt ook switchen naar het kleurenbeeld. Aan de rechterkant zie je hier al de detecties die het hem... Je ziet dat de laatste detectie van ongeveer 46 seconden geleden is. Er zit een automatische refresh op, dus je krijgt normaal wel om de 5 seconden krijg je een update en dan krijg je je nieuwe detecties te zien. Dus nu gaan we gewoon even wachten. Het is de camera die je bij Mac aan de... Op die grote baan daar staan, hoe noemt die laan daar? Koninklijk Leopold 2-laan of zoiets. Ik weet het zelfs niet wat de naam is van die straat. Maar dat passeert geregeld op voertuigen. Een klein beetje verderop staat er uiteraard wel een rood licht. Waardoor dat er af en toe eens geen beelden komen. Ik kan misschien al eens even de laatste registraties laten zien. Dus aan de rechterkant heb je hier de registraties. Ja, de traagheid ligt aan mijn VPN. Ik zit thuis te werken, zoals ik zeg. Je kunt er natuurlijk ook op inzoomen, hetzelfde zoals in een MTO. Je ziet dan welk voertuig dat hem gedetecteerd heeft, Mercedes, C-klasse. De zwarte, als het goed zou zijn, natuurlijk met de zon. Ik ga even switchen naar de zwart-wit foto. Met de zoninval is dat niet altijd even duidelijk, maar
hier is het nu wel duidelijk. En je ziet hier dat ook de geschatte snelheid 60 km per uur is. De richting is approach, dus naar de camera toe. En hij is op rijstrook 2 gedetecteerd. Nou, zolang er hier geen live beelden komen, ga ik wat even verder babbelen. Uiteraard hebben we dan ook een settingspagina. Ja, de standaard dingen zijn netwerk instellen, uw netwerkadres. Centrale server is naar welke MQ's dat hem die moet doorsturen of naar een andere back-office. Dat kan ook zelfs een andere back-office zijn. De camera settings, alle parameters voor uw kleurinstellingen, beeldkwaliteit, ook nacht, de opening van uw infrarood, dergelijke. Specifiek nog wat naar de kleurensensor, field of view. Dus hier kun je dus in uw field of view kun je uw camera gaan africhten. Daar krijg je dus ook het live beeld op de zin gezien, ondertussen dat een tram al weg is. En hier kun je dus ook, als je in principe lang genoeg blijft drukken, ga onze camera moeten bewegen. Ik hoop dat ze die motor niet hebben uitgeschakeld hier op de dinges. Of misschien zit ik op het uiteinde van zijn range. Dus ik ga eens even op de andere kant klikken. Uiteraard, met een live demo mag niet alles lukken. Hè? Ik ga eens even de tilt proberen. Dan moet ik misschien toch eens even gaan navragen bij onze vrienden. Maar het principe is duidelijk, op basis van met deze twee parameters, dan kun je je camera eigenlijk gaan bewegen. Ik ga even terug naar de live beelden gaan, want ik zie dat er hier voertuigen passeren. Ja, uiteraard hebben ze natuurlijk net gemist. Even wachten. Ja, dus elke keer als het rood licht daar op groen springt, dan rijden er auto's door en ja... Nu hebben we dus weer even terug en weer. Maar dit waren de laatste detecties. Dus je gaat zien, dat is een meer die Mercedes van daar straks. Maar nu is het ja, ook een Mercedes, maar een Vito blijkbaar. Een Mercedes Vito. En die zegt dat dat een blauwe Vito moet zijn. Dus we zullen eens even kijken hoe goed dat gedaan heeft. Voilà. Voor mij, ik weet niet wat jij ervan vindt. Bij mij is dat een klein beetje blauw. Ik heb wel kleurenproblemen, dus ja, dat kan zijn dat dat nu een groene is, maar ja, dan moet je het maar zeggen. Maar je snapt ook het idee. Naast allerhande settings, ik ga nog misschien even heel snel naar de settings verder gaan, want je hebt naast de camera ook de region of interest. Dus je kunt dan, we hebben aangeduid dat een voertuig moet detecteren in dit beeld. We hebben twee rijstroken gedefinieerd. Je kunt nog een aantal dingen gaan manueel kalibreren. We hebben zo'n paar dingen erop opgetekend. Je kunt ook tellussen gaan activeren. Dus hier staan twee strepen. Dus hij kan ook gebruikt worden als tel ter vervanging van een meetlus bijvoorbeeld. Wat dan de camera wel veel onderhoudsvriendelijker maakt. Twee tellussen activeren op je camera. En gaat elke keer als er een voertuig overrijdt, gaat hij dat detecteren. Ook natuurlijk, dat gaat u misschien zelfs in de dingen ook gezien, weet hij welk voertuig, welk type dat hij gedetecteerd heeft. En dan gaat hem daar ook in de voertuigklasses gaat hem ook tellen. Dus hier zitten 129 motos, 5400 vrachtwagens en heel veel auto's. Dus uiteraard, omdat hij weet welk type voertuig dat er passeert, gaat hij dat ook bijhouden, bijvoorbeeld ook voor die tellussen. Dit was eigenlijk een snelle demo van onze CAN5, een ANPR-versie ervan. Naast, dus wat ik daar straks ook al gezegd heb, kunnen we dus ook objecten gaan detecteren en dergelijke. We zijn hard aan het werken om die twee in ene te steken, waarvoor dat we nieuwe GPU's gaan gebruiken van NVIDIA, om alles nog sneller te verwerken. En nu momenteel hebben we ook al de eerste testen daarmee gedaan. En dat was de andere camera die op mijn presentatie stond. Dus nu moet ik snel even gaan spieken. Zo. En dan gaan we dat IP-adres hierin plakken. En dit is dan de andere testcamera bij Mac, die hebben we in de omgekeerde richting gezet. Maar je gaat direct zien wat dat de bedoeling daarvan is. Daar kunnen we dus ook fietsers en voetgangers mee gaan detecteren. Injas, heb jij de Bertrand gebeld? Ja, ik kan me laten oproepen, ik kreeg hem niet te pakken, maar ik denk dat er onderweg gaat zijn. En anders doen we verder, hopelijk komt er passeert iemand anders. Ja,
Dus hier, wat dat je hier op de baan ziet, is ook weer die strepen die we daar getrokken hebben om tellussen te maken. Maar hier van boven zie je al dat we deze meer getraind hebben om verschillende soorten detecties te doen. Hier heb je car, truck, motorbike, dat is normaal. Die bicycle, die is niet echt leesbaar, maar dat is degene waar ik nu met mijn muis over hoover. Ik weet niet of dat jullie dat zien. Dat is bicycle, daarnaast staat person en dan staat er license plate. Dus dat is eigenlijk gewoon dat hem probeert echt een nummerplaat gewoon te detecteren, buiten dat hem auto's en zo detecteert. Dan nog een trein. Ik vermoed dat deze erop staat, omdat we die camera ook in een andere richting kunnen zetten. En dan gaat hij bijvoorbeeld die tram detecteren als een trein. En dan nog unknown is iets dat hem niet heeft. Dus als nu Seves de Bertrand begint te wandelen, dan gaat hij hier achter het hoekje achteruit komen. En dan gaat hij zien dat hij dus een persoon gaat klassificeren als effectief een persoon, een wandelaar. Dus. En zo gaat hij die camera dus ook kunnen inzetten om multimodale tellingen te doen. Onderscheid niet alleen tussen voertuigen, zoals camions en auto's en dergelijke, maar dan ook bijvoorbeeld leren van hoeveel fietsers dat er zijn, hoeveel voetgangers dat er zijn, waardoor dat die camera eigenlijk ook kan ingezet worden om bijvoorbeeld een kruispunt te gaan regelen. Als je je camera zet en je richt je camera zo dat je met een brede lens, dat je zowel de baan ziet als bijvoorbeeld fietspad en voetpad, dan kan je aankomend trafiek gaan detecteren en kan je bijvoorbeeld de voetgangers oversteekplaats, kan je de auto's al laten stoppen met het rood licht en het groen inschakelen voor de voetgangers of de fietsers. Dat zijn een paar proefprojecten die we in Nederland ook al gedaan hebben, met net het aankomende fietsverkeer en voetgangersverkeer detecteren, zodanig dat de fietsers op hun fietsautostrades gewoon continu groen hebben en niet gehinderd worden door de auto's, om eigenlijk ook een beetje het verkeer te ontmoedigen en aanmoedigen, het stimuleren van fietsverkeer. Ja, hier zien we nu een paar. Ja, die stream, die is wel veel zwaarder, dus daar zit wel wat vertraging op, en zeker met mijn VPN-connectie. Maar je ziet hier dus bijvoorbeeld dat je dus de auto's detecteert. Hij tekent daar een bounding box rond. En elke keer als hij over zo'n lus gaat, dan zie je dat er de snelheid en de richting waar dat hij naar is gedetecteerd wordt. Hier van boven zit er nu een fietser. Je kunt nu niet op een die al mee gaat pakken. Want dat is wel, ja, je hebt heel even gezien dat hem die gedetecteerd heeft, maar hij heeft gewoon de persoon gedetecteerd, want het was een groen kader wat dat er rondging. En normaal voor een bicycle zou het hem een paarse moeten tonen. Maar als ik zeg vandaar helemaal van boven in het beeld, dat lukt soms, maar dat is natuurlijk al moeilijker. Hè? Dus als er hier fietsers passeren, gaan we dat zeker zien. En ja, we zijn nog altijd wachten op de Bertrand. Gaat de Bertrand nog komen, Injas, of is hij verloren gelopen? Ja, hij belt mij juist. Ja, zeg maar dat hem naar buiten spurt. Dat hem een inspanningsje mag doen, er mag wat zweet bij zijn. Dus ja, ik zal... Ja, hij is echt naar hinder aan het lopen. Nou ja. Ja, ook deze camera heeft dan weer diezelfde settings, alleen bij de region of interest. Dan hebben we dus ook die counting loops die je daarnet gezien hebt. Dus ja, dus eigenlijk dus exact dezelfde camera, dezelfde systeem, alleen de configuratie van de camera is verschillend gemaakt, zodanig dat hij zich meer kan concentreren op het detecteren van personen en andere type detectie is dan gewoon auto's. Dus hier zie je ook, de auto passeert de eerste tellus. Hij zegt aan van hoe snel dat hem reed en waar dat hem reed. Welke richting, dat pijltje zie je er ook bij staan van de richting dat hem reed en het aantal, de snelheid dat hij gereden heeft. Dus nog altijd vol spanning aan het wachten op de Bertrand, die hier ergens achter de hoek moet uitkomen. Ah, voilà, daar is een Bertrandse. Hij heeft zijn pet afgezet, want daar straks had hij een pet op. Dus je ziet dat een Bertrand als persoon gedetecteerd wordt. En als hij over die tellus stapt, dan gaat daar ergens een... Ja, ik weet nu niet of we elk frame hier zien, maar dan gaat hij dan ook tellen als persoon. Ah, hier zie je het frame dus dat hij die gedetecteerd heeft en de richting dat hij stapt. Voilà, en dit is dus als een groene kader, omdat dat een persoon is. Dus dat was de objectdetectie die ik nog wou laten zien. Ja, je mag zeggen dat het genoeg is in jas. Hij moet daar geen catwalk van maken, dus hij mag terug naar binnen gaan. Ik ga even terug overschakelen naar mijn presentatie. Yep. Zo.
Dus de demo daar waren. Ik ga even terug in presentatiemode zetten. Dat is misschien duidelijker. Ja, oké. Okay. Ja, dat. De demo. Het salesplatform ga ik nu laten zien. Uiteraard is dat volledig compatibel met onze MQ-oplossing. Stuurt en al die herkenningen door naar het MQ-platform. Als jullie service willen, dan moeten dat maar vragen. Dan kan ik dan nog even snel laten zien als er geïnteresseerden zijn. Maar ja, dus is ja, hetzelfde als bij bijvoorbeeld het Fedpol al gebeurt, wat dat in Antwerpen al gebeurt, wat dat op andere plaatsen al gebeurt, waar dat er in Brussel zijn er ook, is er ook al de lokale MQ op geïnstalleerd. Dus ja, alles is gewoon compatibel. Het gebruikt het Open API-protocol, wat dat gewoon standaard gepubliceerd is. Dus die communicatie die is volledig in orde. Dan voor de POC van Antwerpen hebben de opdracht, allee, de mensen van Antwerpen wouden een POC doen tussen de meest gekende camera's die we hier in België gebruiken. Ze hebben die dan op een VMS-bord gezet, zodanig dat je allemaal dezelfde, misschien even aanduiden, twee rijstroken, maar op dezelfde plaats gepositioneerd, zodanig dat daar al zeker geen verschil in is. Die camera's bewaken dus twee rijstroken. En dit zijn een paar resultaten die ik jullie wou tonen. Het eerste resultaat is in de moeilijkste situatie, zonsopgang, er komt licht, op die positie komt er licht van achter het voertuig, waardoor dat het voertuig heel donker is, maar toch ook een contrast heeft, omdat het al licht begint te worden, waardoor dat de auto's en de nummerplaten minder goed gelezen kunnen worden. Dus dat is een moeilijke situatie. En daar zie je dat onze camera, die andere merken heb ik nu niet vermeld, omdat dat niet eerlijk zo... niet eerlijk. Het is misschien wel eerlijk, maar ik ga me concentreren op onze camera. Wat dat belangrijkste is voor ons, is dat onze leeskwaliteit ongelooflijk hoog is. En je gaat dat zien doorheen de dag in de verschillende lichtomstandigheden, blijft die altijd extreem hoog. En dat is het, daar hebben we heel hard op gewerkt, omdat je kunt altijd misschien eens een keer een voertuig missen. Maar als je elk voertuig dat je dan detecteert 100% zeker of 99% zeker leest, dan zijn je eindresultaten altijd heel, heel goed. Dus de detectie is hier. We hebben 146 voertuigen, hadden we 93,15% gedetecteerd, maar 99% uitgelezen, waardoor dat we in deze omstandigheden de beste van de klas zijn. Dan, de volgende sessie was tussen 12 en 1. 721 voertuigen geteld, middag ideale omstandigheden, zon komt zowel langs de zijkant, geen grote reflectie op de nummerplaat. En daar zien we ook dat we zelfs de meeste voertuigen detecteren, maar ook de meeste correct uitlezen, waardoor dat die resultaten ja, ook uiteraard dan de beste van de vier camera's zijn. Dan hebben we nog twee andere tijdstippen gevalideerd. Zonsondergang. Zonsondergang, rond 5 uur, de zon begint dan te dalen en schijnt echt van voor op het voertuig. Dus dat maakt dat die platen heel, heel fel belicht worden. En wat dan bij sommige camera's wel eens een probleem kan zijn, omdat ja, natuurlijk gebruiken we ook infrarood om de nummerplaten te detecteren. En dat kan ervoor zorgen dat je nummerplaten volledig wit worden, waardoor dat er auto's gemist worden. Maar ook in die omstandigheden detecteren wij 98% van de voertuigen en we lezen nog altijd, wat ik daar straks al zei, nog altijd meer dan 99% correct uit. Waardoor dat als resultaten dat zijn eigenlijk de moeilijkste, denk ik, op die POC. Zijn de resultaten echt heel, heel goed. Uiteraard, dat zijn allemaal evaluaties die we nu gedaan hebben nadat we de camera opgezet hebben, in de dag en de nacht daarna. Uiteraard ja, moet de volledige POC door de mensen van Antwerpen nog gevalideerd worden en gaan die op elke dag in verschillende weersomstandigheden die POC herhalen. Maar de eerste resultaten tonen aan dat onze camera wel heel goed werkt. En dan de laatste set van testen die we gedaan hebben, is tussen 10 en 11. Ik wou nu ook niet te laat gaan slapen. En dat maakt dat ongeveer die resultaten bevestigd worden. We lezen nog altijd meer dan 99% van de nummerplaten en we detecteren er ook heel, heel veel, waardoor de resultaten nog altijd heel goed blijven. Dus als je kunt zien, in de moeilijkste omstandigheden halen we 92% en in de andere halen we 97, 98, 99% van de nummerplaten die we correct uitlezen, dan is dat een heel goed resultaat, denk ik. Hoe kunnen we die nu bestellen? Ja, een kleine vraag. Kunnen we een nachtbeeld laten zien? Ja, of bij deze slide? Nee, ik zal even teruggaan naar de camera, want daar staan testcampagnes op. Er staan ook testcampagnes van de camera
van in... Dat was een vraag vanuit de Q&A. Dacht, Nee. Pak eens er even bij. Wacht, ja. Ik ga even terug mijn scherm gaan delen. Screen share. Joep. Zo. Dan ga ik terug naar... Nee, ik moet niet deze camera hebben. Wacht even, even terug naar de vorige camera. Ja, deze moet ik hebben. Zo. Er staan een aantal testcampagnes op die camera al. Dus ook op de camera. Zien jullie mijn scherm ondertussen al terug? Wij zien nu het blauw scherm van de Canva. Ja, oké. Dus ik wou even hier naar die testcampagnes gaan. Dus op de Q-Can 5 hebben we nu ook gekund testcampagnes doen. Dat is omdat, ja, anders moet je een back-office hebben en je afbeeldingen doorsturen naar de back-office om te zien dat je goede lezingen hebt. Maar we hebben daar ook nu een testcampagne ingestoken. Je kunt dat dan schedulen en zegt van, kijk, ik wil dat die 300 seconden duurt. Je pakt dan de video, dus je kunt de video bezien en je kunt dan ook al je detecties zien. En dit is bijvoorbeeld ene... op een nacht, ik denk van, ja, ik heb de datum niet meer gezien. Hier de 9e, dat is zelfs allemaal hier. En hier zitten dus bijvoorbeeld de nachtbeelden. Dus je kunt dan één aanklikken en dan krijg je het beeld te zien van wat je ziet tijdens de nacht. Even terug. Ja, dit is effectief op de camera zelf. Hè. Dus je hebt daar geen back-office meer voor nodig als je zelf je evaluaties wil doen. Ik ga eens even zien. Dus dit is de kwaliteit van onze afbeeldingen 's nachts. Dus je ziet die contouren van die voertuigen heel goed. We proberen het beeld, omdat ja, het beeld met nachtbeelden is dat er heel, heel vaak heel hard geflasht wordt om die nummerplaat te zien, maar dan zie je geen contouren meer van de voertuigen. Wij proberen het iets anders aan te pakken, is dat we proberen het voertuig zo goed mogelijk in beeld te nemen, met toch de kwaliteit van de nummerplaat nog, waardoor dat we die nog altijd perfect kunnen lezen. Dus ik zal nog eens een pakken. Bijvoorbeeld hier, die vrachtwagen. Dus je kunt echt redelijk veel details zelf zien, zelfs tijdens de nacht, in die dinges. En dan de nummerplaat. Ja, de nummerplaat is voor ons goed genoeg om te kunnen lezen, maar de kwaliteit van uw nachtbeeld wordt veel hoger. Wij willen niet het effect van de zwevende nummerplaat, dat je een nachtbeeld ziet, dat je een zwart beeld ziet, met dan daar een nummerplaat op die fel wit is. Dat willen wij eigenlijk voorkomen, omdat we ook willen dat we de MMR bijvoorbeeld 's nachts kunnen laten runnen. Ik weet nu niet of dat deze camera, want die is al deze testcampagne is al van in december, maar ik weet niet of dat toen al de MMR geactiveerd was op deze camera. Dus je kunt het toch wel zien. Dus je kunt hier ook op basis van nachtbeelden zelfs kun je je merk en model gaan detecteren. Dat gaat niet elke keer lukken, maar we hebben daar toch wel, denk ik, resultaten van 80-90% die we daar ook op halen. Uiteraard, als het op een autostrade is waar dat nul omgevingslicht is, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. Allee, dan haal je eerder die 80%. Als er iets of wat omgevingslicht is, ja, dan haal je ook percentages van 90-95% ook op MMR gedurende de nacht. En vandaar dat het belangrijk is voor ons dat we de nachtbeelden, dat die niet zwart zijn, maar dat die toch zo goed mogelijk zijn. Blijven jullie mijn scherm zien? Want ik heb internet elke keer geswitcht, maar dat was misschien niet nodig. Ja, we zien nu de presentatie, voilà. Ja, dan moet ik wel elke keer terug door mijn presentatie scrollen. Dus dat waren de resultaten van de POC, want ik denk dat ik aan het belangrijkste deel was. Hè. Hoe kunnen jullie de camera nu bestellen? Je hebt twee manieren, omdat je daar geen bestek moet voor uitschrijven, dat er twee centrale aankoopcatalogussen zijn waar je die kunt in bestellen. In de Vetpol-catalogus. Opgelet, ik heb er een uitroepteken achter gezet, omdat als je de catalogus nu downloadt van op de Vetpol contract site, staat hem er niet in. Maar je moet gewoon zeggen dat post M32 is dat je wilt bestellen en dan zijn er ook nog een aantal opties. Omdat de catalogus nog niet geüpdate is op hun site zelf. Maar hij zit al wel officieel, die bevestiging hebben we gekregen. Je kunt je nu dus bestellen
via de Fedpool-catalogus. En dan is er nog een tweede aankoopcentrale, Smartfill. Dat is een heel recent project. Dat is ook een project dat is eerder gericht op steden en gemeenten en mobiliteit en dergelijke. En daar zit ook onze QCAN 5 in. En dat is ook naar bijvoorbeeld Zuidverkeer directeren, autoluwe binnenstad. Willen we misschien zo'n eerder stedelijke applicaties dan pollutionele applicaties. Maar in de twee werelden zijn er dus raamcontracten waar je die camera gewoon kunt bestellen zonder veel administratieve rondslomp. Voilà, dan blijft er nog de Q&A, want ik wou er maar een kwartiertje van maken, maar het is ondertussen al een half uur geworden. Als er nog vragen zijn of zoiets, Nathalie, als jij er zien binnenkomen hebt, morgen jij die altijd stellen. Er zijn er enkele geweest, maar die zijn ondertussen al beantwoord geweest. Maar voor de rest moesten die geïnteresseerd zijn. Ik zal ze even rap herhalen. Misschien hebben andere mensen wel dezelfde vragen. Ja. Kan deze camera ook mobiel ingezet worden? Ja, zeker. Dat is geen enkel probleem. Nathalie, hier wil ik even... dat is in de zin van... die kan mobiel ingezet worden op een tripod. Het is niet echt de bedoeling om die in de wagen te integreren, als dat de vraag zou zijn. Ja, maar daarvoor, om daar dan ook terug op in te pikken, we zijn ook wel bezig aan een uitvoering die nog kleiner is, want dit is nu een camera met twee lenzen, met een gemotoriseerde arm en zo. En we zijn bezig aan een kleinere uitvoering met maar één lens in. En die zou dan misschien ook, of een afgeleide daarvan, zou dan misschien wel kunnen gemonteerd worden. Of is klein genoeg dan misschien om dan wel echt draagbaar mobiel gaan in te zetten in een auto of dergelijke. Maar in eerste instantie, de QCAN 5, die we nu al op de markt hebben, is geen mobiele voor in een auto, maar kan wel, kunt je heel gemakkelijk verplaatsen. Dat ding weegt 3 kilo of zoiets. Kunt je op een tripod zetten en kunt je naast de baan gaan zetten voor ANPR-sessies te detecteren. Met een 4G-kaart is dat echt perfect mogelijk. En dan nog een niet onbelangrijke vraag. Is die camera gehomologeerd? De homologatie, de testen en dergelijke bij NMI zijn afgerond. Dus dat is voor ons oké. Okay. Dus die zijn geslaagd. Dat moet er altijd doorlopen, die fase. En de dossier is nu volledig overgedragen aan meteorologie of gaat deze week overgedragen worden aan de dienst meteorologie. En dan duurt dat meestal 1 à 2 maanden voordat dat die goedkeuring er is. Als jullie bij wijze van spreken morgen een QCAN 5 bestellen, ik denk voordat dat hem op de paal hangt, onder spanning staat, netwerkconnectiviteit heeft, zal de homologatie al wel in orde zijn voor trackcontrole. Het is dan ook de bedoeling dan om nog verder te gaan, om dan instant speed gaan te voorzien, maar dat gaat dan een andere, waarschijnlijk de QCAN 7 zijn, die dan ook een radar aan boord gaat hebben om dan echt spot speed gaan te meten. Maar ja, dat is echt nog een ontwikkeld traject waar we mee bezig zijn. Maar trackcontrole is dus op korte termijn beschikbaar. En Wim vraagt hier nog net, wat is de prijs in vergelijking met de QCAN 3? Kan die inderdaad nog niet terugvinden in het Fedpol raamcontract? Nee, wel. Dus als er mensen zijn die dat willen bekijken, dan moeten ze contact opnemen met de mensen van Proximus. Hè, dat zijn dan de verkopers in het Fedpol-contract. En dan moeten ze gewoon die prijs opvragen en dan gaan ze direct een antwoord krijgen. Want die prijzen zijn al gepubliceerd. Ik heb ze zelf al gezien. Dus die zitten in de lijst, maar die lijst staat nog niet op hun contract-site. Dus als Wim, ik weet niet wie dat hun contactpersoon bij Proximus is, meestal is dat de Guy Vingroots, dus Michel Dumont of de Davy Geraerts, misschien een David van Goetem, dat kan ook, want die doen nu ook meer sales. Moeten ze een van die mannen contacteren en dan gaan zij direct een prijs krijgen daarvoor. En dan nog een laatste vraag, ook voor iedereen, dat jullie dat weten. We zijn deze webinar aan het recorden. We doen dat trouwens met de LED-demo. We doen dat trouwens met al onze webinars. En die zal vanaf morgen ook beschikbaar zijn op onze website bij de rubriek webinars. En daar gaan jullie ook de presentatie kunnen downloaden, de datasheets, ook in het Nederlands en dergelijke. Dus vanaf morgen allemaal beschikbaar. En dat was het voor de vragen. Dan zou ik jullie graag allemaal nog en ontzettend hard bedanken voor erbij te zijn. En tot de volgende keer als we nog een webinar geven. De volgende zal gaan over onze gehele QCAN-series. En dat zal gegeven worden volgende maand in april. Maar daar volgt zeker ook nog een uitnodiging van. Oké, dan wens ik jullie nog een prettige dag verder. En tot de volgende keer. Bedankt allemaal. Dag.